Oké, dames en heren, welkom bij Breaknote Report. Het is vandaag vrijdag 15 mei 2015. We staan hier achter Simplon. Vandaag is Akwasi hier ter promotie van zijn laatste release. Daar ergens. En wij gaan hem sowieso even interviewen. En daarnaast kunnen jullie ook nog genieten van zijn show, een klein stukje. En, niet te vergeten, als voorprogramma hebben we niemand minder dan Mongoose. Dus die shit gaat sowieso banging worden. Ik zou zeggen, blijf kijken en dan zijn we zo bij jullie terug. Break North, y'all. Yes. I said I'm paper chasing, money rule laden. It's never too late to get paid, my baby. It's never too green in the bank. Fuck the other side, I'm a slot back. Get mine, then I'm running out. That's what I do. Jullie kijken nog steeds naar Breaknote Report. En ik sta hier naast de persoon die de show mocht openen. Mongoose, hoe is het? Lekker man, hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het lekker. Ja man. Ja. Je zag me net ook losgaan. Is ook nog te zien op die filmpjes, maar fuck it. Daar draait het nu niet om, het draait nu even om jou. Ik hoorde gloednieuwe tracks. Ja, klopt. Ja man, what's really good with you? Want we hebben lange tijd al een tijdje niks meer van je gehoord. Ja, dat klopt. Ik ben met de EP bezig geweest, met Tanto Beats. Waar gaat het EP eigenlijk over? De EP draagt de titel Grinding. En it's all about the grind, man. Yeah. Dus het is, weet je, het is een kapitalistische wereld. Dus wat dat betreft moet je daar je weg in kunnen vinden of zo. Anyhow. En ik heb het voornamelijk gewoon over mijn dingen, hoe ik daar naar kijk. Of wat ik. Wat ik van plan ben om te doen, dat soort dingen. En het is vooral echt. Het gaat echt om de grind, man. Het is echt de grinding EP. Dus wat dat betreft. Good to hear. Wat op een blunt A, door een blunt O. Hey, en door weer een blunt A. Ja, dit is om ons doen aan het luister naar de stem van een groot hoofd. Parels kun je vinden op een stroot hoofd. En niets weten is een wanda. Flow zo ziek, ik slaap op een branca. Ik hoef de tong niks te bewijzen. Nu zie ik al die mensen aan me wijzen. Kan het ook niet anders maken dan... Dan hebben we net een dope show gezien van Akwasi. Hij staat hier tegenover mij. Welkom. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Gaat goed. Groningen gaat los en daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Het is heel anders dan ik gewend ben. Want ik ben de afgelopen keren ben ik alleen maar in Groningen geweest voor Zwart Licht. En dat was heel anders. En nu met deze metamorfose, met de andere show, met de Daar Ergens show, loopt dat nog steeds. En daar ben ik blij mee, want dat gaat nu anders. Maar goed, ja. Eindelijk, je plaat is er. Je solo plaat, je lang verwachte plaat, daar ergens. En het label, Nederland. Ja. Een beetje uit de hand gelopen. Het begon met die plaat en daarna kwam het label. En nu ben ik eigenlijk ook mijn eigen labelbaas. En straks ga ik ook met andere artiesten werken. Dus die ga ik ook signen. Dus dat is wat ik niet verwacht 2 jaar geleden. Helemaal niet, maar... Het is wel gebeurd en het voelt goed. Het voelt goed om independent ook te werken. Ik heb dorst. Zoveel dorst. Oh, ik drink mijn zorgen weg. Kijk, iedereen is binnen het project is nog wel bezig met wat er hierna komt. Zo is Rob bijvoorbeeld bezig met zijn plaat. Gerson is bezig met zijn plaat. Ik ben ook bezig met een nieuwe Zwart Licht plaat. Drummer Kid, een van de producers, die heeft net een plaat uitgebracht. Die heb ik gezien. Ja, weet je. Mara Esco is ook weer met iets nieuws bezig. Dus iedereen doet eigenlijk daarnaast, werkt eigenlijk daarna gewoon verder, want je gaat ook gewoon door. En er zijn heel veel ideeën, maar je kan daar niet te concreet over zijn als het er nog niet helemaal is. Betekent dat ook, want ik hoor nu al die namen voorbij komen, betekent dat ze ook allemaal via Nederlands dope gaan uitbrengen? Nee, dat hoeft zeker niet per se. Nee. Het is gewoon meer de bedoeling dat de productiviteit er is. Dat er een hoge productiviteit is eigenlijk. En dat er gewoon gepusht wordt, dat er gewoon gemaakt wordt. En dat is het belangrijkste. Dat iedereen op een gegeven moment, dat iedereen gewoon zijn eigen ding doet. Dit is een wedstrijd, dit is een wedstrijd, dit is een wedstrijd die jij niet... Dat was ook te zien bij de show, dus... Dat moet je altijd kunnen zien. Op het moment dat je dat niet ziet, dan is er iets goed mis. Dan is echt iets goed mis, want als ik op een gegeven moment nu naar achter val, dan moet Rob of Gerson of Eddie of Marvin of wie dan ook, of Hazy, mensen moeten me hebben, weet je. Backup moet altijd klaarstaan. Als dat er niet is, dan werken we met de verkeerde mensen samen. Echt. Ja.
Story. Ik ben helemaal sprakeloos. Nou ja, backup staat klaar. Ja man, nee, maar dan gaan we even afsluiten en dan... Even afsluiten, kom terug naar de pauze. Ja, dan gaan we even checken. We gaan even checken naar een showtje en dan... Nee, maar in ieder geval, ik wil je bedanken. Wil ik je veel succes wensen met de album en met de tour. En wie weet zien we jou weer in Groningen. Genoegen om weer in Groningen op te treden. Wil jullie meer weten over Kwasi? Nederlandsdoop.nl. Wauw, we zijn nu in één keer gewoon hier gedropt bij de kermis in de stad Groningen. Maar anyway, we zijn alweer aangekomen bij het einde van Breaknote Report. We willen jullie bedanken voor het kijken. En als jullie meer informatie willen hebben over Kwasi, ga dan even naar Nederlandsdoop.nl. En anders surf even naar onze website brainnoradio.blogspot.com. En daar staat alle informatie op. Dus graag tot de volgende keer. Peace! Yeah, never really came from the ghetto. Raised in the middle. And the city that I came from was little. Hey, it was neighbors. Yeah. And the game changed in a minute. Playtime finished. Yeah.